Goedenavond, ik heropen deze expert meeting fiscale constructies. Iedereen weer van harte welkom, in bijzonder de genodigden van harte welkom. Om te beginnen wil ik u alvast danken voor de position papers die u heeft ingediend. De orde is weer hetzelfde als in de vorige blokken. Zo direct even zich voorstelt. En vervolgens zullen een paar Kamerleden, drietal in dit geval, zullen een eerste vraag of een paar vragen stellen. En daarna is de vloer min of meer open. En het is u ook weer vrij om op elkaar te reageren. Ik begrijp dat u ook al hier was in de vorige blokken, dus u weet hoe dit werkt. Dit blok is gepland tot uiterlijk 8 uur. Mocht het eerder klaar zijn, want het is vaak met een kleinere groep, kan het wel eens gebeuren. Dan gaan we niet schromen met het weer om eerder klaar te zijn. Dus, maar we zien wel waar het onderwerp ons gaat brengen. Dus, wil ik om te beginnen vragen of u zich even kort wil voorstellen en aan wil geven wie u vertegenwoordigt. Ik ben Martijn Nouwen. Ik ben onderzoeker bij het Amsterdam Center for Tax Law aan de Universiteit van Amsterdam. En daar verricht ik promotieonderzoek naar schadelijke belastingconcurrentie binnen de Europese Unie. Daarnaast ben ik werkzaam bij EY. Mijn naam is Paul Sleurink. Ik ben werkzaam als fiscaal adviseur bij de bureau Blackstone Westbroek, een advocatenkantoor in Amsterdam. En overigens, alles wat ik hier zeg is op persoonlijke titel. Jeroen Nijland, ministerie van Economische Zaken, meer specifiek Netherlands Foreign Investment Agency. In de opdracht van de minister van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Handel richten wij ons op het aantrekken van buitenlandse ondernemingen. Dank u wel. Dan zal de eerste vraag gesteld worden door mevrouw De Vries. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de position paper alvast. Uw position paper gaat voornamelijk in op de gedragscodegroep. U geeft eigenlijk aan van nou, daar vindt pseudo-wetgeving, zoals u dat zo mooi noemt, plaats. Kunt u daar nog een paar concrete voorbeelden van geven en ook aangeven hoe die gedragscodegroep nou van invloed is uiteindelijk op het tegengaan van belastingontduiking en belastingontwijking. En in het verlengde daarvan, dus ik gaf zelf al aan, u had onderzoek gedaan naar schadelijke belastingconcurrentie in de EU volgens mij. Nou, dat komt wat minder terug in uw position paper. Misschien dat u daar ook nog iets over kan vertellen. En beide vragen zijn aan de heer Nouwe. Ja. Hartelijk dank voor uw vraag. Ten aanzien van het werkgebied van de groep. De gedragscodegroep houdt zich sinds ongeveer 20 jaar bezig met de aanpak van schadelijke belastingconcurrentie binnen de Europese Unie. Wie zit er in die groep? Dat zijn ambtenaren van de lidstaten. En die worden bijgestaan door de Europese Commissie, die op verzoek van de lidstaten hun assisteert bij de voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast is ook vertegenwoordigers van de juridische dienst, soms van de Raad, van het raadssecretariaat van de Raad van de Europese Unie. Dus het is uiteindelijk een vrij omvangrijke groep van tussen de 100 tot 150 personen, afhankelijk van hoeveel vertegenwoordigers door een land worden gezonden naar Brussel. En die groep vergadert op gezette tijden, gemiddeld zo'n 6 tot 8 keer per jaar. Dus het is geen klein clubje, het is een behoorlijke omvangrijke groep die op gezette tijden vergadert. Dat gezegd hebbende, waar houdt die groep zich nu precies mee bezig als we het hebben over de aanpak van schadelijke belastingconcurrentie binnen de Europese Unie? Eigenlijk, ik heb dat ook in mijn position paper proberen uiteen te zetten, er zijn eigenlijk 3 probleemgebieden te identificeren, om het in vogelvlucht te vertellen. Het eerste probleemgebied betekent één land problematiek, ook al genoemd pseudo-rechtspraak. En waar hebben we het dan over? Dat landen elkaars belastingmaatregelen in de wetgeving kunnen bespreken in die groep. En als daar dan voldoende support voor is binnen die groep, dan kan worden afgesproken om te kijken of die maatregel dan wellicht schadelijk is. En in de gedragscode zijn daar tal van criteria voor opgenomen. Daar is ook een stappenplan voor. En dan wordt bijvoorbeeld de Europese Commissie gevraagd om zo'n beoordeling te maken. Wat gebeurt er dan? Als die beoordeling is afgerond,
dan is uiteindelijk het oordeel aan de groep, want het betreft een politieke werkgroep. Uiteindelijk beslissen de lidstaten zelf en dus niet de Europese Commissie. De Commissie assisteert dus wel. Dus in eerste instantie wordt dan bijvoorbeeld een maatregel geanalyseerd, getoetst aan die gedragscode of die schadelijk is. En vervolgens wordt dan het rijtje landen afgegaan in die gedragscodegroep en kunnen de landen aangeven of zij het met die beoordeling eens zijn. En daar dient unanimiteit te zijn, minus de lidstaat in kwestie waar het dus over gaat. Dus mocht een maatregel van Nederland aan de orde zijn, dan is het zo dat alle landen zich achter de beoordeling van de commissie dienen te scharen, dat het dus om een schadelijke maatregel gaat en alleen dan wordt een maatregel schadelijk bevonden. Maar wat je ziet de laatste jaren is dat het eigenlijk niet langer gaat om one country issues, één land problematiek. Pseudo-rechtspraak. Af en toe wordt er nog wel eens een keer een maatregel besproken en getoetst. Maar de laatste jaren, met name de laatste 5 jaar, zie je dat de gedragscodegroep zich bezighoudt met gecoördineerd Europees belastingbeleid in de strijd tegen belastingontwijking, om het zo maar te duiden. En in feite komt dat dus neer eigenlijk op pseudo-wetgeving. Het is niet hetzelfde als echte wetgeving, dat wil ik graag vooropstellen. Het zijn politieke afspraken die de landen samen maken om belastingontwijking gezamenlijk dus tegen te gaan. Dus geen juridisch bindende maatregelen, geen richtlijnen, et cetera. Nee, een politieke afspraak, wat ze dan ook wel eens vaak noemen guidance notes, applications notes, agreed guidance. Dat zijn allemaal mooie termen voor richtsnoeren in het Nederlands. En daar maakt die groep afspraken over. In mijn position paper bespreek ik enkele recente voorbeelden. Om bijvoorbeeld één voorbeeld te noemen. Op dit moment is de groep bezig met het maken van afspraken op het gebied van gecoördineerd Europees rulingbeleid. En waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Dat is dat ze gemeenschappelijk, dus binnen Europa, afspraken willen maken die dus in alle landen hetzelfde zouden moeten zijn. Over bijvoorbeeld het proces voor afgifte van een ruling. Hoe dient dat eruit te zien? Vervolgens, als een ruling is verstrekt, hoe dient die dan getoetst te worden? Een soort audit, een soort review. Dient er een controlemechanisme te zijn of in de tijd nog wordt voldaan aan die voorwaarden voor die ruling? Een ander belangrijk punt, wat ook nu wordt besproken in het kader van dat gecoördineerd Europees rulingbeleid, is uitwisseling van informatie over rulings. En het laatste punt, wat ook heel erg belangrijk is, wellicht zou je dat kunnen bestempelen als counter-by-counter reporting 2.0, dat is zelfs of rulings niet gepubliceerd zouden moeten worden. En dat is bijvoorbeeld nu een belangrijk onderwerp waar die groep zich over buigt. Een tweede punt wat daar eigenlijk mee verband houdt, is dat er ook wordt gesproken in die groep over uitwisseling van informatie over rulings. We hebben natuurlijk nu recent een richtlijn is aangenomen dat rulings automatisch dienen te worden uitgewisseld. Maar een aantal jaar geleden, zelfs al in 2010, heeft de groep afspraken gemaakt dat informatie over rulings spontaan uitgewisseld dient te worden. Dat werd toen niet opgevolgd door landen en vervolgens heeft de groep een handleiding gemaakt. Dus eigenlijk een gedetailleerde instructies voor de ambtenaren van de lidstaten, zodat zij precies weten wanneer welke informatie uitgewisseld dient te worden. En daar is die groep bijvoorbeeld op dit moment mee bezig om te controleren of landen die afspraak uit 2010 en die handleiding uit 2014 naleven. En als de afspraken niet worden nageleefd, ja, dan dat komt in ieder geval niet de effectiviteit van het werk van de groep ten goede, laat ik dat zeggen. Zo kan ik eigenlijk nog meer voorbeelden noemen waar die groep zich mee bezighoudt. Voor het EU inbound profit transfers, ik bespreek in mijn position paper waar het dan over gaat. EU outbound profit transfers, internationale fiscale hybride mismatches met hybride leningen, hybride structuren, hybride vaste inrichting. Er zijn allemaal afspraken over gemaakt. En de groep is daar ook op dit moment aan het beoordelen of die afspraken worden nageleefd. Misschien wilt u dan afronden, want ja, eens kijken of mevrouw de Vries dan naar een vervolg. Ja, ik zal afronden. Ja. En een laatste punt is bijvoorbeeld ook een belangrijk onderwerp waar nog weinig over bekend is hoe de groep dat wil aanpakken. Maar daar hebben we het er straks ook even kort over gesproken. Over openbaarmaking van belastingstructuren. Dat ten aanzien van two-country issues, pseudo-wetgeving. Laatste
onderzoeksgebied van de groep kan ik heel kort over zijn, betekent derde landen problematiek. Dat is voor de externe strategie van de Europese Unie. Dat is het opstellen van een zwarte lijst met belastingparadijzen. Mevrouw de Vries. Ja, ik zit nog eventjes te verwerken allemaal. Wat volgens mij uw punt is, is dat daar bepaalde afspraken gemaakt worden. Wat is dat volgens u anders dan bijvoorbeeld als het gaat om banken bij wat de EBA bijvoorbeeld doet of andere mensen die dan invulling geven aan de specifieke richtlijnen, zeg maar? En ik heb nog één andere vraag, want ik had ook nog wat breder gevraagd naar wat uw visie ervan zegt. Van, nou ja, het akkoord over het anti-belastingontwijkingsrichtlijn betekent overigens allerminst dat de strijd tegen belastingontwijking binnen de Europese Unie ten einde is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want de heer Van Wegel, in zijn spreker in het vorige blokje, zei in zijn position paper onder andere van, nou, laten we nu eens 2 à 3 jaar pas op de plaats maken om te kijken van, nou, hoe werkt die regelgeving nou eigenlijk uit? Een beetje kijken of de regels inderdaad ook zijn werk kunnen laten doen. Ik hoop dat ik uw twee vragen goed begrepen heb. In uw eerste vraag refereert u naar richtlijnen. Ja. Ten aanzien daarvan is het belangrijk op te merken dat het bij de gedragscodegroep gaat om een politieke werkgroep die werkt op basis van peer pressure. Die groep maakt geen richtlijnen, die groep maakt geen juridisch bindende afspraken. Die groep komt samen en uiteindelijk wat er dan tot stand komt bijvoorbeeld, stel ze hebben 2 jaar vergaderd over een gemeenschappelijk rulingbeleid, wat ligt er dan op het eind van die 2 jaar concreet op tafel? Dat is een richtsnoer ten aanzien van gemeenschappelijk rulingbeleid en de bedoeling daarbij is dat landen dat implementeren en dat is een politieke verbintenis. Ze zijn het in principe dus niet juridisch verplicht, want het is inderdaad geen richtlijn, maar ze hebben een politieke commitment om die afspraak na te leven. Het is natuurlijk heel belangrijk, ook in de strijd tegen schadelijke belastingconcurrentie, in de strijd tegen belastingontwijking, dat als je in die gedragscodegroep politiek je commitment geeft aan een bepaalde afspraak, is het voor de effectiviteit van die groep wel van belang dat die afspraken dan worden nageleefd. Anders kan je het zo goed niet maken. Dus in die zin speelt ook weer de problematiek van transparantie, daar komen we waarschijnlijk straks nog wel over te praten, is heel erg van belang. Want tot nu toe is voor de buitenwacht bijna niet inzichtelijk waar die groep mee bezighoudt, welke afspraken door landen binnen die groep worden gemaakt. En dan is helemaal niet mogelijk of die afspraken worden nageleefd. En om dan meteen op uw tweede vraag in te haken, ik hoop ook dat ik die goed begrepen heb. Waarom ik in mijn position paper heb opgemerkt dat we nog meer dat de strijd tegen belastingontwijking en de strijd tegen schadelijke belastingconcurrentie, dat we op dat gebied nog veel kunnen verwachten, dat blijkt uit het werk van die groep. Ik maak zelf geen onderdeel uit van die groep. Ik zou er graag een keer bij willen zijn. Maar die groep werkte in de vertrouwelijke setting. Het werk van de groep is in beginsel vertrouwelijk verklaard. Maar als je kijkt naar de punten die die groep op de agenda heeft gezet, ook in het kader van het EU-BEPS-project, er zijn verschillende onderwerpen uit BEPS, zie je dat die gedragscodegroep zich daarover buigt en dat dus niet ervoor is gekozen om via richtlijnen binnen de EU afspraken te maken, maar via soft law. En wat je dan ziet, en dat is een belangrijk verschil, dat zodra het natuurlijk via het traject van richtlijnen gaat, dan komt de commissie met een wetsvoorstel, dan wordt het aan uw Kamer toegezonden in een BNC-fiche, u wordt geïnformeerd, u kunt vinger aan de poos houden wat er gebeurt, u kunt de onderhandelaars in Brussel een mandaat meegeven. Maar zodra het via die gedragscodegroep gaat, dan wordt het onttrokken veelal aan het zicht van de Tweede Kamer. Maar dat neemt niet weg dat die gedragscodegroep praat over belangrijke dossiers in de aanpak tegen belastingontwijking. En net zoals hard law verdient de bespreking over soft law voor de burgers, de samenleving, ook voor het bedrijfsleven, maar ook voor de Tweede Kamer verdient die aandacht. Meneer Groot, vervolgaan, Giel. Ja, want dat is, begrijp ik, gewoon de rode lijn in uw paper. Die gedragscodegroep die... Ja, die werkt hard en ontwikkelt dan als daar soft law. En voordat je het weet is het hard law. En heeft de Tweede Kamer en de nationale parlementen, voor wanneer ik bij korter de bocht hebben het nakijken.
En u pleit dan voor meer transparantie en dat meer van die tijdens het proces dit soort dingen worden gepubliceerd. Dat is eigenlijk het pleidooi. Ja, daar zou ik wat tegenover willen zeggen. Tegelijkertijd zegt u ook dat die gedragscodegroep in de jaren dat ze bezig zijn geweest heel veel hebben bereikt. En als je alles openbaar maakt, ja, dan kan dat wel afbreuk doen aan de effectiviteit. Hè? Want als je zeg maar, alle notulen van ambtelijke overleg gaat openbaar maken, dan kunnen de landen niet anders dan gewoon hun standpunten halen. En dan kun je geen compromissen verwachten. Dus mijn vraag is, ja, u neigt naar om alles openbaar te willen maken, maar is dat nou... Kan je daar ook misschien een wat onderscheid te maken van wat je nou wel openbaar zou moeten maken, maar ook wat voor dingen niet? Kunt u daar iets wat meer over zeggen? Hartelijk dank voor uw vraag. Ik begrijp dat die vraag bij u leeft. Ik heb in mijn position paper, even kijken waar het staat, in paragraaf 4 is dat, in hoofdstuk 4 in ieder geval, heb ik geprobeerd de twee kanten van de medaille uiteen te zetten en aan te geven dat er inderdaad een balans dient te zijn. Enerzijds de vraag en de roep naar meer transparantie die ook binnen de samenleving breed gedragen wordt. Want ondertussen is het ook Nederlands kabinetsbeleid dat de groep transparanter moet worden. En ook beleid binnen Europa. En er zijn ook al een aantal afspraken gemaakt om de transparantie te vergroten. Die zijn afgelopen half jaar tijdens het Nederlandse voorzitterschap zijn die er gekomen. Anderzijds, inderdaad, dat onderken ik ook in mijn position paper, dient een zekere mate van vertrouwelijkheid gegarandeerd te zijn, ook om de effectiviteit van de gedragscodegroep te waarborgen. Dat dient een balans te zijn. Maar tot op heden is het zo geweest dat sprake was eigenlijk dat de balans doorsloeg naar vertrouwelijkheid, heel weinig over bekend. En daardoor was eigenlijk het uitgangspunt dat ondoorzichtig besluitvormingsproces, vertrouwelijkheid van documenten de regel, en dat is niet een balans. Dus in mijn position paper heb ik ook proberen te schrijven dat je afhankelijk van de probleemgebieden van de gedragscodegroep je een onderscheid dient te maken of sprake dient te zijn van meer transparantie sprake dient te zijn dat iets meer wordt geleund op de vertrouwelijkheid. Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over die eenlandproblematiek, dat schadelijke belastingmaatregelen worden beoordeeld. Ik ben er helemaal niet voor dat, terwijl die analyse nog gaande is, dat die groep daar nog over aan het vergaderen is, dat dan die stukken openbaar moet worden gemaakt. Want dan zouden landen ook niet meer vrijblijvend over hun belastingmaatregelen met elkaar willen bespreken met elkaar. Dus in dat kader merk ik ook op dat vertrouwelijkheid voorop dient te staan totdat het besluitvormingsproces is afgerond. Alleen dan, zodra het besluitvormingsproces is afgerond en ook de ECOFIN, de ministers van Financiën, kennis hebben genomen van het feit dat de maatregel schadelijk is bevonden, dat dan voor de buitenwacht duidelijk is dat die maatregel schadelijk is bevonden en waarom. Dat is ook goed naar de toekomst toe. Ten aanzien van pseudo-wetgeving mag je een grotere transparantie verwachten. Want zoals ik het zei, gaat het daar echt om wetgeving. Geen juridisch bindende wetgeving, maar wel pseudo-wetgeving. En mag je dus ook meer van transparantie verwachten. En dan kom je ook op het punt op dat punt van die informatievoorziening aan de burgers, aan het bedrijfsleven, aan de Tweede Kamer, dat je mijn inziens ten aanzien van die vraag dient de balans door te slaan naar transparantie of dient de balans door te slaan naar vertrouwelijkheid, dat je onderscheid dient te maken in vier stappen, vier fases als het ware. En de eerste is eigenlijk tot de totstandkomingsfase van pseudo-wetgeving. De tweede is de publicatiefase van pseudo-wetgeving. De derde is de implementatiefase. En de vierde is de monitoringsfase. En dat is van belang, want als je het dan gelijk zet naast bijvoorbeeld een richtlijn dat informatie over rulings wordt uitgewisseld en een afspraak in de groep dat informatie over rulings wordt uitgewisseld. Waarom zou de Tweede Kamer bijvoorbeeld geen inspraak mogen hebben in de totstandkoming van die afspraak? Waarom zou de Tweede Kamer geen inspraak mogen hebben in de totstandkoming van gecoördineerd Europees rulingbeleid? Waarom zou de Kamer geen inspraak mogen hebben in de totstandkoming van over richtsnoeren voor internationale fiscale hybride mismatches, et cetera, et cetera?
En tot op heden zie je dat in ieder geval op dat punt dat, dat de burgers, bedrijven, maar ook uw Kamer geen BNC-fiche krijgt. Wat wel het geval is bij echte wetgeving. Het zou ook heel eenvoudig kunnen worden opgelost met een BNC-fiche. Waarom wel een BNC-fiche over echte wetgeving, maar niet over pseudo-wetgeving in de groep? De Tweede Kamer krijgt geen informele notulen, krijgt geen roomdocuments, krijgt geen terugkoppelingsverslagen. Ja, en dat zijn ook natuurlijk belangrijke zaken, de informatievoorziening. Als je bijvoorbeeld hebt over de monitoringsfase, er kunnen dan bijvoorbeeld wel afspraken zijn gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat nationale parlementen en ook het Europees Parlement graag inzage wil hebben, als we het hebben over belastingontwijking, of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Goed, ik wil graag verder naar de volgende vraagsteller. En dat is de volgende is de heer Van Wijnberg. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen naar aanleiding van het position paper van de heer Sleurink. Waarvoor dank. Dan is het maar dat ik nu weet dat de fiscale staart de bedrijfsfonds niet laat bewegen, maar omgekeerd. Die ga ik onthouden. Ik hoop dat u gelijk heeft, zeg ik er ook maar bij. Ik wilde twee vragen op twee terreinen vragen of u misschien iets nader wil ingaan op hoe u dat nou in de dagelijkse praktijk, hè, want u zit daar middenin, wat u daar nou tegenkomt. De eerste is dat u zegt, het gaat tegenwoordig toenemend, dat is mijn woorden, of misschien begrijp ik u verkeerd, niet alleen meer voor een bedrijf of sommige constructies fiscaal technisch mogelijk zijn, maar ook wat het voor de reputatie van de onderneming betekent. En ik ben heel nieuwsgierig of u iets kunt uitweiden, hoe dat dan in uw dagelijkse praktijk, hè, ik begrijp het natuurlijk niet over individuele zaken kunt praten, maar hoe dan die weging tussen wat kan er en wat zullen we maar doen vanwege de reputatie, hoe dat plaatsvindt. En mijn tweede vraag is of u ook vanuit die praktijk iets kan zeggen hoe nou die antimisbruikmaatregelen die we nu al hebben, en waar natuurlijk nog allerlei nieuwe dingen bij komen, hoe die nu gewoon een rol spelen. Want ik proef bij u enige zorg over of de mooie plannen ook van de OESO hier wel tot een dusdanig consistente implementatie leiden dat ze daadwerkelijk het beoogde doel bereiken. Nou, dat beeld dat hebt u, dat baseert u vast op dingen die u dagelijks tegenkomt. Dus op die twee punten zou ik nieuwsgierig zijn naar wat nadere toelichting op basis van uw ervaring. De heer Sleurink. Ja, dank u. Reputatie versus technische mogelijkheden. Eerste vraag van u. Ik heb mijn position paper is natuurlijk amper de naam waardig gezien wat al de hooggeleerden naast mij allemaal gepresteerd hebben. Maar wat ik even heel kort heb proberen aan te geven is het volgende. Er is een heel breed spectrum van tax planning, belastingplanning. En dat gaat van zaken die eigenlijk terechtkomen op gewoon fraude, tot mensen die zeggen, het maakt me helemaal niks uit. Ik kijk alleen maar naar de bedrijfseconomische overwegingen en de fiscaliteit zie ik wel. Nou, daartussen bevindt zich een ongelooflijk spectrum. En er zijn natuurlijk een heleboel handelingen die je kan noemen. Dat is een vorm van tax planning, waarvan ik niet denk dat iemand daar zich ook maar een moment over zou bedenken. Het aanvragen van een fiscale eenheid, ik noem maar even wat. Nou, dat is een vorm van tax planning. Ik geloof niet dat dat nou onmiddellijk iets is wat onder vuur zou komen te liggen. Ik denk dat multinationale groepen, en trouwens ook denk ik binnenlandse ondernemingen, op dit moment zeggen van kijk eens even, ik ben bezig met een zakelijke transactie. En dan heb ik een aantal wegen om die uit te voeren. De een heeft bepaalde consequenties zus, de ander heeft bepaalde fiscale consequenties zo. Waar ga ik nu voor? En ik denk dat op dit moment er een groeiende groep is die zegt, kijk, zolang het allemaal realiteitsgehalte bevat, vind ik het aantrekkelijk om de fiscaal meest voordelige weg te kiezen. Maar ik blijf uit de weg van dingen die, zoals het Europese Hof het ook genoemd heeft, wholly artificial zijn, volstrekt kunstmatig. Kijk, u moet zich voorstellen, en dat is ook al een aantal keren eerder gezegd, op dit moment werk je met een lappendeken aan regels die op geen enkele manier op elkaar aansluiten. De wereldhandel is geëxplodeerd. De handel is veel complexer geworden. En in feite werken we nog met een instrumentarium. Nou, er werd eerder verwezen naar de Volkenbond. Nou, ik ben iets optimistischer, maar uit de jaren 60. Dat is eigenlijk waar de huidige regels grotendeels toe terug te leiden zijn. En allerlei mensen noemden al allerlei cijfertjes. Nou, laat ik er één aan toevoegen. De wereldhandel in 1960 bestond maar voor 20% uit grensoverschrijdende handel en dienstverlening. Nu,
En natuurlijk is de wereldhandel als zodanig vele malen groter dan die toen was, is dat 60%. Bovendien is een heel groot gedeelte van de waarde van die wereldhandel, dat is ook al eerder gezegd, nu belichaamd in feite in immateriële activa. Intangibles, kennis, know-how, noem het allemaal maar op. Nou, dat maakt het allemaal ongelooflijk veel complexer voor iedereen. Ik bedoel, voor adviseurs, voor belastingplichtigen, multinationals en voor belastingdiensten. Nou, daar moeten we met z'n allen mee werken. En dat is geen dramatisch verhaal, het is ontzettend leuk hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het is wel de realiteit op dit moment. He, zoals eerder door Van Wegel en Kemmeren ook al is aangegeven, het is gewoon een lappendeken. En een hoop van de maatregelen die nu voorgesteld worden, is eigenlijk, om er maar even bij die beeldspraak te blijven, patchwork. He, het is incidentele reparaties links en rechts. Het is niet een grootschalige reparatie. Nou, als je dan vervolgens als belastingplichtige zegt, luister eens, wij gaan een transactie doen. We hebben keuze uit variant A, B of C. A is het meest voordelig, C is het minst voordelig. Dan aan de ene kant is dat natuurlijk een factor die een rol speelt. Maar tegelijkertijd denk ik dat een hoop mensen nu ook zeggen, ja kijk eens, hè, wij denken ook aan onze reputatie. En dan is het uiteindelijk een afweging. En zoals ook al eerder gezegd werd, hè, er is een onderscheid denk ik wel te maken tussen groepen die puur, zoals het heet, B2B opereren, hè, van de ene business aan de andere business, waar wij met z'n allen waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben, maar wat hele grote groepen kunnen zijn. En aan de andere kant groepen die, nou, hè, die we allemaal dagelijks zien en gebruiken. En of het nou Starbucks is of Apple of Amazon, dat doet er niet toe. Maar dat zijn natuurlijk mensen voor wie de publieke reputatie veel belangrijker is. En ja, menselijk gedrag enigszins kennend zou je aannemen dat die groepen dus meer gevoelig zijn daarvoor dan iemand die een boutje levert aan iemand anders die dat boutje weer gebruikt in een apparaat. Want ja, dan zal de publieke reputatie minder een rol spelen. Is dat enigszins een antwoord op uw vraag? Goed, ik beschouw het als een ja. Dan uw tweede vraag. Ja, u vroeg van, aan de ene kant hebben we natuurlijk antimisbruikbepalingen nu. En aan de andere kant is er natuurlijk een heel scala aan ontwikkelingen, hè, binnen OESO G20, maar ook natuurlijk binnen de Europese Unie. Hoe verhoudt zich dat nu allemaal tot elkaar? Nou, ten eerste wat we nu hebben. Ik denk dat het nu al zo is dat elke fiscale adviseur of zeg maar interne fiscalist bij een Nederlands bedrijf of een bedrijf elders, op het moment dat hij zegt, laat ik eens kijken hoe ga ik een bepaalde transactie vormgeven, dan ga je eigenlijk gewoon de hele waslijst af. He, je begint natuurlijk met gewoon de wet, hè, van werkt het of werkt het niet. Maar vervolgens zal je onvermijdelijk ook kijken van, luister eens, zijn er nog bijzondere argumenten die wellicht in stelling gebracht zouden kunnen worden tegen mijn analyse. Nou, dan denk je in de Nederlandse context primair aan twee dingen. Hè, wat dan zo heel fraai heet, de fiscale duiding van de feiten, hè, een fiscale uitleg van het feitencomplex aan de ene kant. En aan de andere kant, hè, misbruik van recht, vrouws leges. Ik denk dat iedereen die fiscaal adviseert op dit moment al rekening houdt met ja, die twee factoren. En gewoon zegt, ja kijk, zelfs als het zo is dat bij een reguliere, directe uitleg van de wet dit zou behoren te werken, ga ik mij toch nog even afvragen, hè, is er een risico, is er een gereden kans dat ja, de fiscus een van die twee andere argumenten in stelling brengt en dat ik dat wellicht verlies. En ja, dan is het wellicht dat je zegt, nou, dan gaan we maar voor een iets andere route die wellicht iets minder op het eerste gezicht oplevert, maar die meer zeker is en die waarschijnlijk wel bestand zou zijn tegen een dergelijke aanval, noem ik het dan maar even. En dat is denk ik, ja, gewoon de praktijk. En ik denk dat iedereen dat ook wel, nou, en de een zal het op een iets andere manier doen dan de ander, maar zo, denk ik, beoefen je je vak in zekere zin. Nou, er komt nu natuurlijk weer een hele lawine aan wet en regelgeving op ons af. En meneer Nauw heeft al uitgelegd dat er ook allerlei vormen van pseudo-wetgeving tussen zitten. Nou, het nadeel van een heel hoop van die huidige ontwikkelingen is dat ze nog niet direct, om het maar op zijn Engels te zeggen, aligned zijn. Er zit onderling nogal weer wat tegenspraak tussen. Nou, dat maakt het allemaal niet makkelijker. En ik denk werkelijk dat je op dit moment nog niet kan zeggen wat nou het effect zal zijn van al die nieuwe regeltjes op het feitelijk ja, fungeren van dit soort organisaties, dit soort multinationale organisaties. Een heleboel hangt af van de manier waarop het ingevoerd gaat worden. He, al die richtlijnen, het ziet er allemaal prachtig uit, maar het moet wel in al die lidstaten ingevoerd gaan worden in hun nationale wetgeving.
Nou, we hebben recent gezien bij aanpassingen aan de moeder-dochterrichtlijn dat lidstaten, waaronder ook Nederland overigens, nogal creatief kunnen zijn bij de wijze waarop ze die richtlijn implementeren, zoals het dan heet, in hun nationale wet. Nou, ik voorzie dat bijvoorbeeld bij die Anti-Tax Avoidance Directive, die dan per 1 januari 2019 ingevoerd moet zijn, dat het een complete chaos wordt. En dat is niet, ik overdrijf niet, maar die richtlijn laat zoveel opties over aan de lidstaten, dat je daardoor denk ik, als je het nou hebt over effectieve constructiebestrijding, vraag ik me ernstig af of dat nou heel veel gaat opleveren. We zullen het zien, maar ik heb er echt twijfel over. Laat ik het even bij. De heer Van Wijnberg. Ja, dank. Het tweede antwoord helemaal helder. Ik ga nog even terug naar het eerste. Ik vind dit ingewikkeld, hè, in algemene termen, maar ik zou het toch nog interessant vinden om nog iets meer duiding te krijgen. Want u hebt natuurlijk veel cliënten, dus ik gok dat u ook de ervaringen bij de een ook meeneemt in de gesprekken met de ander. Of u nog iets kunt inzoomen, misschien kan het niet hoor, maar ik blijf het even zoeken. Dingen die wij zeker 3 jaar geleden nog kunnen, waarvan nu van zeggen, nou, dat moet misschien toch maar even, hè, dat is nu echt qua reputatierisico, ik zou het niet doen. Of daar nog iets kunt illustreren, wellicht met 1 of 2 voorbeelden, als het gaat om het reputatierisico. De tweede vraag die ik nog in de follow-up zou willen stellen, die gaat over de headline rate. Ik denk dat hij in Nederland daar zo ook nog wel wat over gaat zeggen, maar ook u schrijft in uw paper op dat hij eigenlijk een groter gewicht krijgt dan als je er misschien puur als econoom, wat ik ben, naar kijkt. Ja. Omdat je dan toch naar de average tax rate zou kijken. Kunt u nog iets meer uitleggen waar dat dan vandaan komt? Want dit zijn allemaal rationele bedrijven, neem ik aan. Waarom wordt dat overwogen in de beslissingen? Ik ben nieuwsgierig welke dynamiek daaronder zit. Ja, dat eerste punt. Nou, u zal het mij niet al te kwalijk nemen, hopelijk, dat ik nou niet echt met hele specifieke voorbeelden kom. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het veel verder gaat dan wat u nu suggereert, hè, waarbij u zegt, ja, er is een soort graduele verschuiving geweest, nou, de afgelopen 3 jaar, pak een beet. Ik denk dat het veel fundamenteler is. Ik bedoel, 5 jaar geleden, ik kan me niet herinneren, ooit toen een artikel gezien te hebben op de eerste pagina, wat ging over internationaal belastingrecht. Als je jezelf impopulair wilde maken bij vrienden en familie, dan moest je beginnen over de meest recente ontwikkelingen, over de definitie van de vaste inrichting. Dus nu is dat, zodra ik ga uitleggen hoe Apple werkt, dan heb ik opeens 20 mensen om me heen staan. Nou, dat is een geheel nieuw fenomeen, kan ik u verklappen. En niet altijd positief, maar het is echt, denk ik, een watershed. Het is veel meer dan een graduele ontwikkeling. En ik denk ook, Stefan Wegel noemde dat ook al vanochtend, de belastingpositie was heel lang iets wat, nou ja, primair natuurlijk de verantwoordelijkheid was van de interne fiscale afdeling, zeg maar de tax director met zijn staf. Nou, de CFO keek ook nog wel eens even mee en daar bleef het meestal bij. Vandaag is het echt iets wat op boardroom niveau aandacht krijgt. Dus het is echt op een heel ander plan terechtgekomen. En het is mijn indruk in ieder geval, en zeker als je praat over Nederlandse multinationals, dat die het heel serieus nemen over het algemeen. En dat het veel meer is dan een wat graduele ontwikkeling, maar dat het veel, ja, veel fundamenteler is. Zal ik snel even mijn tweede vraag proberen in te gaan? Eens even kijken. U had het over de headline rate. Ja, sorry. Heel kort even. Ja, u zegt van, en ik ben het met u eens, dat zou toch niet zo'n enorme rol moeten spelen. Maar, ja, misschien is dat dan toch de menselijke geest, ik weet het ook niet precies. Maar als je nu kijkt, Brexit weten we allemaal. Nou, elk land probeert natuurlijk een graantje mee te pikken. Ook al doet Nederland denk ik dat op een hele fatsoenlijke manier, in tegenstelling tot sommige van onze buurlanden. Maar er wordt dus door Jan en Alleman allerlei prachtige vergelijkende overzichten gemaakt, waarin je dus een aantal alternatieve vestigingsplaatsen tegenkomt voor bedrijven die wellicht overwegen Engeland, de Verenigd Koninkrijk, op een gegeven moment te verlaten. Nou, dat begint altijd met die headline rate, toch. En dan kan je zeggen van ja, maar daar gaat het toch niet om. Het gaat om de effectieve belastingdruk, waar we ook al eerder over spraken. Dat is allemaal waar, maar het springt ontzettend in het oog. En op het moment dat Nederland zegt, wij heffen 25% en België heft maar 20%, dan kan het best zijn omdat we andere regels hebben met betrekking tot de deelnemingsvrijstelling of renteaftrek of afschrijving of nou, noem het maar op.
dat je feitelijk misschien in Nederland minder betaalt. Dat gebeurt niet. En ik denk, maar nu waag ik mij een beetje aan koude grondpsychologie, dat wat erachter zit is het volgende. Kijk, die headline rate, daar kan je als belastingplichtige niks aan doen. Die staat in de wet en 25% is 25%. Dat kan je niet veranderen. De grondslag, wat natuurlijk het andere essentiële element is van de vergelijking, daar hebben misschien mensen toch een beetje het idee van, nou ja, die grondslag, dat zien we nog wel. Misschien kunnen we daar nog wel wat mee schuiven. Kijk, die headline rate, je kan niet zeggen van, nou weet u wat, ik vind 25% wat hoog, ik maak er 20 van. Maar die grondslag, hè, eerder genoemde gronden, daar is natuurlijk ja, toch meer mee te spelen. En het zou dus best kunnen zijn dat dat psychologisch een rol speelt. Maar nogmaals, dit is koude grondpsychologie. Mevrouw Schouten had een vervolgvraag hierop. Ja, dank u wel. Ik had nog even, want u in een tussenzinnetje gaf u iets aan wat mij wel intrigeerde. U zei van wat we nu aan het doen zijn, noemde u patchwork. In plaats van het hele geheel te op een andere manier te bekijken. Ik zou wel benieuwd zijn, zonder in de orde van de wereldvrede te vervallen, zeg maar. Wat zou er dan mogelijk zijn? Of wat zou er dan nodig zijn, volgens u, om dat patchwork wel wat meer één geheel te gaan laten worden? En mijn tweede vraag ging ook over een tussenzinnetje, wat mij ook al een beetje verontrustte, is dat u zei het anti-tax avoidance pakket. Ik vraag mij af hoe dat straks geïmplementeerd gaat worden, want het wordt een beetje vrij vertaald naar u, dat wordt een chaos. Wat moeten wij nu precies doen om dat te gaan voorkomen? Heer Sleurink. Ja, misschien met de laatste vraag te beginnen. Tijdens het totstandkomingproces van die richtlijn, hè, onder het Nederlandse voorzitterschap, toen is er op allerlei vaardige manier, zijn er nogal wat versies gelekt van de diverse stadia van die richtlijn. En als je dat ziet, nou, ik heb er geloof ik 12 gezien, maar er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn, dan zie je hoe dat tot stand komt met allerlei input van verschillende lidstaten. En er wordt hier en daar water bij de wijn gedaan, er wordt een woordje hier gedraaid, er wordt een woordje daar gedaan, er wordt een extra optie gecreëerd. En uiteindelijk ja, ontstaat er een eindresultaat wat zo sterk beïnvloed is door elk individuele lidstaat, die dan vervolgens natuurlijk dat mogen gaan implementeren, dat je in feite moet constateren dat elke lidstaat daarbij weer een hele grote vrijheid krijgt om op te schrijven wat er eigenlijk het beste uitkomt. En dat is denk ik, als je nou praat over een uniforme bestrijding van fiscale constructies, whatever that may be, lijkt mij niet de weg voorwaarts. En nogmaals, we hebben denk ik niet het beste voorbeeld gezien aan de overigens veel minder vergaande en veel eenvoudiger aanpassing van de moeder-dochterrichtlijn, wat in feite maar twee bepalingen betrof. Nou, zelfs die, als je die naast elkaar zet, en een aantal adviseurs hebben dat gedaan, hè, kijk eens van, nou, hoe heeft lidstaat A, lidstaat B, lidstaat C het gedaan, zie je al dat er grote verschillen zijn. Nou, ik voorspel dat het bij de invoering van deze richtlijn nog veel verder zou gaan. Ja, en hoe kan je dat voorkomen, denk ik, door een veel meer streng opgeschreven richtlijn te schrijven, waarin veel minder opties zijn ingebouwd, veel duidelijker definities zijn opgenomen. Alleen ik vrees dat je dan niet komt tot de vereiste meerderheid om daadwerkelijk een lidstaat of een richtlijn te creëren. Ja, dus dat is het spanningsveld uiteindelijk, en dat is ook al eerder gezegd, wat wil je? Wil je misbruik bestrijden of wil je je autonomie behandhaven? Dat is een beetje de strijd. En de eerste vraag was dus dat patchwork, maar dat was misschien het antwoord op dat u ja, zei, je moet het strakker regelen. Ja. Misschien heb ik genoeg gezegd. De heer Nauw wil graag toevoegen. Meneer Sleurink, moet u dan de microfoon uit doen. Dat is even voor de registratie, want dan blokkeert het. Dus dan de heer Nauw aan. Ja. Ja. Ik ben het met mijn buurman eens en een aanvulling daarop. Punt, zeg maar, de systematiek van deze richtlijn die nu is aangenomen, is dat het een minimale ondergrens stelt. En omdat het een minimale ondergrens stelt, stelt het dus geen maximale bovengrens. Dat betekent dat landen dus verder mogen gaan. En je ziet dus dat een aantal landen verder willen gaan dan
de minimale ondergrens die in de richtlijn is opgenomen. Dus inderdaad, naast wat mijn collega inderdaad aangeeft, dat het gaat om de invulling, interpretatie van begrippen die in de richtlijn zijn opgenomen, gaat het er ook om de systematiek überhaupt van de richtlijn. Want vaak worden richtlijnen geacht één op één overgenomen te worden. Maar deze richtlijn geeft een ondergrens van, we hebben hier een aantal smaken, een aantal verschillende componenten, daar dient een wetgeving in de landen in ieder geval aan te voldoen. Maar de landen mogen dus verder gaan. En vervolgens zitten er ook nog in de anti-belastingontwijkingsrichtlijn, zitten in een aantal componenten, in een verschillend aantal smaken, zitten weer bepaalde escapes. Zodat je dus niet bij wijze van spreken aan de hoofdregel hoeft te voldoen. Dus ja, daardoor wordt het wel heel erg diffuus en kunnen landen de wetgeving inderdaad geheel verschillend gaan implementeren. En daarom, als je het echt wil oplossen, dien je toch echt te denken aan een Europese vennootschapsbelasting, want dan wordt die grondslag geharmoniseerd en dan hebben de landen dus geen keuze om nog voor escapes te kiezen of toch het strenger te behandelen. En dan heb je één systematiek, één belastingwetgeving die in alle landen gelijk is. Dan los je het echt op. Dan de heer Grashoff, ook op dit punt nog steeds, hè? Voorzitter, mevrouw Schouten wil een beetje het gras van mijn voeten wegmaaien, maar toch. Want wat, ja, dat is niet zo erg, hoor. Okay. In hier niet, anders wel natuurlijk. Maar wat de heer Sleuring zegt, is natuurlijk toch wel een, ik vind het wel een hele ernstige gedachtegang. Maar dat betekent dat we een enorm proces hebben gehad rondom die ATAD-richtlijn. Dat is hier met trots door een staatssecretaris en een minister in de Kamer gebracht. Daar hebben we met elkaar tanden op stuk gebeten. En uiteindelijk zegt u, ja, wat daar staat, dat zal eigenlijk niet helpen. Dat zal zo effectief niet zijn. Ik vind het dat is nog geen vraag, maar ik vind dat echt wel schokkend. Waar zijn we dan met elkaar mee bezig? Maar toch nog even voor de duidelijkheid. Kunt u nog bijvoorbeeld aan de hand van een abstract voorbeeld zo schetsen hoe dat dan gaat? Want het is een discussie die hier enorm heeft gespeeld. Is het nou een grote stap vooruit? Is het een kleine stap vooruit? U zegt eigenlijk, het is een mini-stapje vooruit. Tenminste, zo. Kunt u dat nog eens met een voorbeeld wat illustreren? Hoe moet ik dat dan zien, dat straks wat bedoeld is, niet geëffectueerd wordt? Ik wil u dan misschien toch een klein beetje steun geven. Het is in één zin, denk ik, een grote stap vooruit. En zoals ik het zie, is dit volgens mij de eerste richtlijn die ertoe leidt dat belastingplichtigen na implementatie meer belasting gaan betalen. Als je kijkt naar de fiscale richtlijnen tot nu toe, dan leidde dat er meestal toe dat belastingplichtigen een bepaald voordeel kregen bij grensoverschrijdende activiteiten binnen Europa. Of het nou ging om vrijstelling van dividendbelasting of bronbelasting op rente, of het geruisloos kunnen overnemen van ondernemingen. Het waren vaak concessies om, laat ik maar even zeggen, de Europese interne markt beter te laten functioneren, ook vanuit een fiscaal optiek. Terwijl dit, zoals de naam natuurlijk ook al aangeeft, is een antimisbruikbepaling. Dus het introduceert wel echt een aantal regels die behoren te leiden tot in feite verzwaarde belastingheffing. Denk bijvoorbeeld aan de earning stripping bepaling, de 30%. Nou, er zijn landen die hebben dat nog helemaal niet. Dus als jij een vennootschap bent in dat land en je wordt geconfronteerd daarmee, dan zal dat bij jou leiden tot wellicht een hogere belastingafdracht. Nou, in zoverre is het denk ik wel echt een heel belangrijke stap. Maar nogmaals, ik kan meneer Nouwen nog een keer citeren. Omdat het zoveel opties bevat, vaak niet of nauwelijks gedefinieerde termen en begrippen omvat, is het nog altijd heel erg makkelijk voor elke lidstaat om er toch even net in te lezen wat die lidstaat toevallig wat beter uitkomt. Ja, en dan eindig je toch weer met regels die niet op elkaar passen. En de enige oplossing is inderdaad, als je het echt radicaal wil aanpakken, is een geharmoniseerde grondslag. En dit is op een aantal onderdelen dan, dat het een aantal constructies wellicht beperkt of moeilijker maakt. Maar een heleboel constructies worden ook niet hierdoor bestreken. Dat wordt ook met zoveel woorden aangegeven. Dat is ook, er zijn ook zelfs dingen uitgehaald. Als je de finale versie vergelijkt met de eerdere versie, dan zie je dat er mirabile dictu toch wel een aantal dingen opeens spontaan verdwenen waren. Nou, je kan allemaal je voorstelling maken waarom dat gebeurd is, maar het is wel een feit. Ik wil graag naar de volgende vraagsteller, dus dat is de heer Marquise.
Ja, daarna, dus straks gaat de vloer nog open, dus graag eerst uw vraag. Ja, mijn vragen zijn aan de heer Nijland. Houdt zich voor NFIA bezig. Moet ik NFIA zeggen of NFIA eigenlijk? Het is een Engelse naam. NFIA. Ja. Oké. U houdt zich bezig met het aantrekken van buitenlandse bedrijven in Nederland. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, wat is nou eigenlijk de belangrijkste reden waarom bedrijven voor Nederland kiezen? Wat vinden zij belangrijkst qua vestigingsklimaat? En is dat belastingklimaat? En is dat ook waar u mee begint? Begint u met, wij hebben zo een belastingklimaat. En hoe prijst u ons belastingklimaat aan? Heer Nijland. Wij hebben op het ogenblik iets van 750 projecten in portefeuille met 19.000 banen. 6,5 miljard euro aan investeringen en die bevinden zich in allerlei sectoren en heeft te maken met allerlei activiteiten. En dat gaat over makkelijke projecten en over hele complexe projecten. Dus eigenlijk niet daardoor op één manier uit te drukken welke factoren een rol spelen bij vestigen in Nederland. Dat zijn altijd verschillende factoren, het is er nooit één. En hoe die onderlinge gewichten eruit zien, dat hangt dus heel erg af van het project. Maar ik kan wel zeggen dat samen met de factor arbeid en infrastructuur de fiscaliteit wel een van de belangrijkere vestigingsplaatsfactoren is in die mix. Dat weten wij ook omdat we dat eens in de drie jaar vragen aan de buitenlandse investeerders die al in Nederland zitten. Dan vragen wij ze niet alleen om van die vestigingsplaatsfactoren aan te geven of ze daar tevreden of minder tevreden over zijn. Maar wij vragen ze ook of ze dat belangrijk of minder belangrijk vinden. En dan komt dit altijd eruit. De vraagstelling is ook vergelijkbaar in de tijd, dus we kunnen die trend ook zien. En eigenlijk staat fiscaliteit samen met arbeid en infrastructuur steeds bovenaan in die mix. Maar nogmaals, hoe dat er precies uitziet, hangt heel erg van het individuele project af. Ja, waar beginnen wij dan mee in ons werk? We beginnen eigenlijk altijd met eerst naar die klanten luisteren. Want het is voor ons heel belangrijk in de advisering of in de voorlichting over wat Nederland te bieden heeft, om precies te weten te komen waar die klant naar op zoek is. En afhankelijk van de antwoorden die we dan krijgen, geven wij informatie over die delen van het vestigingsklimaat die voor die klant van belang zijn. Op het moment dat die klant dan daar aanvullende informatie over wil of dieptekennis nodig heeft, ja, dan verwijzen wij door naar instanties die dat kunnen bieden. Meneer Markies. U heeft daar over netwerkbijeenkomsten met belangenorganisaties, zoals VNO-NCW, MCHEM, de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Welke organisaties nog meer? Hoe vaak heeft u die bijeenkomsten? En wat is hetgene wat zij u meegeven? U noemt in uw position paper dat het gaat om knelpunten. Ik zit mezelf dan af te vragen, is het echt alleen knelpunten of is het ook gewoon wensen? En hoe vertaalt u dat vervolgens naar de ministeries? In Nederland. De kwaliteit van het vestigingsklimaat is voor ons werk heel belangrijk. Dus wij vragen altijd bewust naar wat men van dat vestigingsklimaat vindt. Dat doen wij overigens niet alleen aan de instanties die u net noemde, maar ook en vooral eigenlijk aan de buitenlandse ondernemers die hier al zitten. Daar hebben we ook een speciaal programma voor. Er worden 1000 gesprekken per jaar gevoerd met de 12.000 vestigingen van internationale ondernemingen in dit land. En daar vragen wij naar het vestigingsklimaat. Wij vragen niet alleen maar van wat kan er beter. Wij vragen ook waar ze tevreden over zijn. En dat is uiteraard ook een grote lijst, dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar wat we er vervolgens natuurlijk mee doen, is ook met name aandacht te vragen aan die factoren waar Nederland ten opzichte van de landen om ons heen wat kan verbeteren. Want er is op dit vlak van het werk wat we doen toch ook al sprake van concurrentie tussen landen. En het is dus zaak dat we, en het gaat hier om banen, dat Nederland gewoon een goed pakket aan vestigingsplaatsfactoren kan bieden. Is hier vervolg op dit punt, heer Groot? Ja, als het gaat om aanprijzen van Nederland, heb ik een vervolgvraag bij buitenlandse partijen. We hebben in het verleden gezien dat onder de vlag van de ambassade, wij ook onder de vlag van de
FIA. Dat er dan bijeenkomsten werden georganiseerd. Nou, dan werd het keurig uitgelegd hoe goed het Nederlandse vestigingsklimaat was. En dan kwamen er vervolgens fiscale adviesbureaus die dan geweldig agressieve belastingstructuren gingen aanprijzen. En ook echt agressieve structuren waarin uitgelegd werd dat je helemaal geen belasting hoefde te betalen in Nederland als je een onderneming vestigde. En dat hebben we gezien in Oekraïne, dat hebben we gezien in Indonesië, in Jakarta. Doet u dat nog steeds? Of is dat, want we hadden gevraagd of dat zou ophouden, maar nooit antwoord op gekregen. Gebeurt het nog steeds of niet? Meneer Nijland. Zoals in het position paper staat aangegeven, zijn er ook seminars waar wij optreden. En naast het voeren van 1-op-1 gesprekken met ondernemers zijn er ook seminars. Daar waar de NFV optreedt, benadrukken wij altijd het belang van substance. Dus zoals in het position paper ook aangegeven, voor ons gaat het altijd om werkgelegenheidsprojecten. We hanteren daar een ondergrens voor. En als er andere sprekers op het seminar aanwezig zijn, dan benadrukken wij ook altijd dat zij moeten benadrukken dat het ons om de substance gaat. Wij plaatsen op onze website ook geen presentaties die te maken hebben met lege structuren. Dus dat doen wij niet. Dan anders mevrouw de Vries, hoor. Dus, mevrouw de Vries. Mevrouw de Vries. Geen ruzie maken, nee. Nog even een vraag over, er is natuurlijk heel veel discussie geweest over allerlei maatregelen, over het ATAD-pakket natuurlijk. Die is ook redelijk in de openbaarheid gevoerd, de discussies daarover. Mijn ervaring is dat bedrijven graag een voorspelbaar en een betrouwbare overheid willen, duidelijkheid willen en ook zekerheid willen. Kunt u iets zeggen over wat nou de invloed is van al dat soort discussies, waarin het publieke debat soms ook niet alles even genuanceerd wordt gesproken. Wat dat voor invloed heeft dan op de gesprekken die u heeft en ook op de leads die u feiten heeft om bedrijven hier naartoe te halen? Is het zo dat ze zeggen van nou, ik wacht wel even tot het uitkristalliseert en ik zie wel even wat die regelgeving gaat doen voordat ik de definitieve beslissing neem? Of trekken bedrijven zich daar niks van aan en denken ze van nou, we zien wel hoe het komt? Meneer Nijland. Ik denk dat u gelijk heeft als u suggereert dat het hebben van zekerheid en het zien van stabiliteit in het kader, in het wettelijk kader, dat heel belangrijk is voor de type beslissingen die de bedrijven waar wij contact mee hebben moeten nemen. Het gaat om hele grote investeringen met een lange terugverdientijd. Dus de bedrijven hanteren een lange termijn tijdshorizon. En als er dan sprake is van onzekerheid, dan heeft dat een negatief effect op de investeringsbeslissingen. Ofwel dat uitzicht erin dat bedrijven zeggen, nou dan wachten we maar even met het nemen van die beslissing, totdat we die duidelijkheid wel krijgen. Dan wel, het speelt in je nadeel omdat de investering dan toevalt aan een land dat zekerheid wel kan bieden. Dus dat is wel degelijk iets waar we mee te maken hebben. Door de internationale belastingdiscussie, het BEPS-project en de maatregelen die als gevolg ervan nu worden geïmplementeerd. Mijn buurman die wees er al op dat ook in de implementatie er nog wel wat onzekerheid aan vast zit. Ik denk dat er daarnaast ook nog wel onderwerpen zullen worden ter tafel gebracht die nog aanvullend zijn op wat al is besloten. En daar komt bij dat de staatssteunzaken van de Europese Commissie ook op het vlak van het beleid met betrekking tot interne verrekenprijzen ook nog tot onzekerheid heeft geleid. Dus die situatie die is aan de orde. Mevrouw Vries, vroeg. Want u noemde zelf al denk ik de Apple-zaak. Is het zo dat u dan gewoon ook meer vragen krijgt van het bedrijfsleven daarover? En kunt u dan die zekerheid nog wel bieden aan het bedrijfsleven als de rulings toch zo bekeken worden? Ja, nou ja, ik kan zelf die zekerheid niet geven, want wij geven die rulings niet. Dus er komen wel vragen op ons af van ja, wat is er eigenlijk aan de hand? En kan ik er nog wel van uitgaan dat de interne verrekenprijzen die wij zelf hanteren, dat straks ook nog kan? Dat zijn allemaal vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Ik heb ook die expertise niet voor. Maar dat levert tot een hoop extra werk, een hoop extra vragen op. Wat je ziet dat sommige landen daaraan doen, is dat ze een soort lange termijn perspectief proberen te bieden op fiscaal vlak.
door bijvoorbeeld een roadmap te maken waarin precies staat waar op middellange of lange termijn het land naartoe streeft in termen van een fiscaal vestigingsklimaat. En dat biedt dan wat meer zekerheid. En dat wordt gedaan om de investeerders toch die lange termijn zekerheid te geven. Ik heb mevrouw Schouten gezien en de heer Marquies en de heer Van Weijenberg zie ik vragend kijken. Mevrouw Schouten niet? Ja, meer het algemene rondje. Oh, dan even op dit punt dan. Zijn er nog op dit punt nog vervolgvragen? Kijk, los van die zeker, natuurlijk altijd als je als er nieuwe maatregelen zijn, dan heb je daar onzekerheid over. Dat is bijna inherent. Maar even los daarvan, als we naar het ATAP-pakket kijken. Kunt u nou stellen dat dat schadelijk is geweest of dat men aangeeft het is schadelijk voor het Europese vestigingsklimaat? In Nederland. Nou ja, ik vind dat heel moeilijk om dat te herleiden naar één maatregel. Want die onzekerheid die ik net schetste, die hangt natuurlijk niet alleen maar van die maatregel af, maar van een hele omvangrijke internationale discussie. Waar deze maatregel maar één uitvloeisel van is. Dus ik denk eigenlijk dat het vooral de optelsom is van een aantal onzekerheden die hier aan de orde is en die niet samenhangt met één maatregel. Dus ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Ja, onzekerheid, dat is natuurlijk altijd. Maar ja, ik bedoel, als je fiscaal beleid hebt, heb je per definitie onzekerheid, zou ik bijna zeggen. Want ja, anders kun je geen beleid voeren. Ik neem aan dat de onzekerheid alleen maar gaat over extra lastenmaatregelen en niet het omgekeerde. Maar ik heb juist over los van die onzekerheid, gewoon de maatregelen, er zijn maatregelen afgesproken. Daarvan kunt u dus niet zeggen, die zijn schadelijk voor het Europees vestigingsklimaat. Ja, dat. Nou, ik denk dat die maatregelen op zich leiden tot harmonisering van verschillen tussen landen. Los van de implementatieproblemen die er misschien nog bij komen kijken. Ik denk op zich dat de inzet wel is om eigenlijk op dat vlak dan ook wel weer zekerheid te bieden. Zo kan je het natuurlijk ook formuleren. Alleen je zit nou in een fase, een soort transitiefase van een systeem dat we hadden naar een systeem dat gaat komen, dat waarschijnlijk heel veel tijd in beslag gaat nemen, wat nog tot heel veel uitzoekwerk en aanvullende voorstellen gaat leiden. Dus er wordt een periode, een lange periode van onzekerheid gecreëerd. En ik denk dat juist bij de fiscaliteit geldt, dat blijkt ook uit allerlei onderzoek van bijvoorbeeld KPMG, dat juist in de fiscaliteit stabiliteit en voorspelbaarheid heel erg belangrijk is. Dus dit gaat gewoon wat dat betreft leiden tot de effecten die ik schetste. Ik stel voor dat we even naar de andere vragen nu gaan. Ik zag mevrouw Schouten als eerste. Ik heb Van Weijenberg, Groot en Grashof. Mevrouw Schouten. Dank u wel. In het vorige blok ging de heer Cameron nogal in op de brievenbusmaatschappijen en de zin en onzin daarvan voor het fiscale vestigingsklimaat of de fiscale aantrekkelijkheid van Nederland, laten we het zo maar even zeggen. Ik ben wel benieuwd naar de ervaring van de heer Nijland, maar ook van de heer Sleurink. Van, is het nou iets wat uiteindelijk als positief geduid wordt, of krijgt het juist ook een hele negatieve klank in het buitenland ten aanzien van hoe naar Nederland wordt gekeken als fiscaal aantrekkelijk land? Dus is het nou uiteindelijk belangrijk voor Nederland om die brievenbusmaatschappijen mogelijk te houden? Of is het iets wat nu een beetje besmet raakt en daardoor het hele vestigingsklimaat een negatieve bijklank krijgt in Nederland? Zoals we in het position paper al schetsten, we houden ons niet bezig met die brievenbusmaatschappijen omdat het ons om die banen gaat. Dus dat is misschien al een indirect antwoord op uw vraag. U spreekt die bedrijven toch? U hoort toch wat de associatie is van die bedrijven met Nederland? Is dat positief of negatief als het hier om gaat? Nou, ik spreek bedrijven niet over brievenbusmaatschappijen. Ik spreek bedrijven natuurlijk wel over de verschillende elementen van het vestigingsklimaat, waaronder het fiscale. En dan zijn er een hoop aantal aspecten die als positief worden gezien, die op zich losstaan van dat fenomeen wat u schetst. Van de heer Sleuring, misschien eerst even. Nog iets scherper dan. Sorry, misschien ben ik niet duidelijk genoeg in mijn. Ik trek het helemaal naar toe. Maar als land wil je voorkomen, of als bedrijf wil je voorkomen dat je reputatieschade oploopt. Daardoor zoek je ook naar landen waar je niet te veel gedoe mee krijgt. Is Nederland dan nog steeds een land waar je gewoon op feestjes vol bravoure kunt vertellen dat je in Nederland dat je daar naartoe trekt als bedrijf?
Of is dat toch iets wat die bedrijven op een front komt te staan, zeg maar? Nou, ik denk dat het imagopunt waar u op doelt vooral te maken heeft met doorstroompraktijken. Nogmaals, daar hebben wij ons geen bemoeienis mee. We richten ons op de bedrijven met substance. Dus ik hoor dat punt niet. Heer Sleuring. Brievenbusmaatschappijen. En vestigingsklimaat, hè, dat is uw vraag. Ik ben altijd een beetje ongelukkig met gebruik van de term het vestigingsklimaat. Naar mijn smaak zou je dat veel meer moeten toespitsen over welke groep heb je het eigenlijk over. Je hebt het vestigingsklimaat voor de brievenbusmaatschappijen. Je hebt het vestigingsklimaat, wat naar mijn persoonlijke smaak heel belangrijk is, voor de echte moedermaatschappijen. En daar bedoel ik mee gewoon de tophoudsters van een multinationale groep, meestal beursgenoteerd. De Nederlandse NV's even kort. En dan heb je het vestigingsklimaat voor allerlei actieve werkmaatschappijen van buitenlandse groepen in Nederland. En dat kunnen zijn productievennootschappen, handelsvennootschappen, distributievennootschappen, ook regionale hoofdkantoren. Dat zijn de drie categorieën. Nou, naar mijn smaak zou het Nederlandse beleid zich moeten richten op de laatste twee en niet op die brievenbusmaatschappijen. Schaadt het onze reputatie? Nou ja, u zelf heeft geloof ik een keer een motie aangenomen dat wij geen belastingparadijs zijn, wat natuurlijk een verheugende conclusie is. Maar nou, dat doet me dan veel plezier. Maar tegelijkertijd, ik weet niet of het buitenland uw visie unaniem volgt. De Frankfurter Allgemeine, toch misschien niet de meest slechte krant ter wereld, had een paar jaar geleden natuurlijk nog een knallende kop, Steueroase Niederlande. Ik heb een aantal jaar geleden Duits gevolgd en volgens mij geeft het toch aan dat we wel een belastingparadijs zijn. En dat geldt natuurlijk, denk ik, breder, dat gevoel toch bestaat. Dus ja, het draagt denk ik niet bij aan onze reputatie, om het maar even voorzichtig uit te drukken. Nou, vertaalt dat zich nou in directe schade? Want dat was eigenlijk de achtergrond van uw vraag. Ik kan mij voorstellen, maar de heren en dames van het ministerie van Financiën kan natuurlijk veel beter beantwoorden, dat op het moment dat Nederland een nieuw belastingverdrag gaat onderhandelen of gaat heronderhandelen, dat dit dan wel een puntje is op de agenda. En ik kan me ook wel voorstellen dat je het een enkele keer wel eens tegengeworpen krijgt. En als je, nou, pak hem even, het nieuwe Duitse verdrag pakt, het verdrag met Japan, het protocol van het verdrag met Amerika, dat zijn niet meteen, zal ik maar zeggen, toegankelijke bepalingen die erin staan. En wellicht ook deels ingegeven door de al dan niet terechte reputatie van Nederland. Dus dat is wel een aandachtspunt. Dus ja, moet je je daarop richten? Ja, je kan niet alles willen. Hè? You can't be all things to all people. En dat is wat we nu een beetje proberen te zijn. En dat is misschien een beetje gevaarlijk. Dus de volgende is voor de heer Van Wijnberg. Precies. En dat laatste was natuurlijk ook waar die het eerdere punt van de reputatie al over ging. Mijn vraag aan de heer Nijland en de heer Sleuring gaat even over de actualiteit van de laatste maanden. Waarin we hebben België aangekondigd tariefverlagingen. We hebben in Engeland of in het Verenigd Koninkrijk in reactie op de Brexit een soort poging tot een soort preemptive strike op fiscaal gebied. Wat merkt u daarbij nou gewoon in de afgelopen twee maanden van in uw dagelijks werk, in de gesprekken die de NFIA voert met bedrijven die zich hier wilden melden, maar ook misschien in bedrijven die hier al zijn? En eigenlijk hetzelfde voor de heer Sleuring gewoon in de praktijk. Is dit nu is dat nou iets waar Nederland echt op zijn zaak moet letten? Of is het vooral eigenlijk, wordt hier vanuit zwakte geprobeerd om maar schade in het VK zelf te voorkomen? U spreekt die bedrijven veel. Wat is het beeld wat u er zelf bij hebt gekregen? De heer Nijland. Ik had het straks over die situatie van onzekerheid die er geldt. En dat er soms wordt geprobeerd die zekerheid te verschaffen door een lange termijn vooruitzicht te geven over het fiscale vestigingsklimaat in de verschillende landen. En in dat kader zijn er ook landen die zeggen, ja, we gaan met ons VPB-tarief omlaag. U noemde al het Verenigd Koninkrijk, België. Maar niet alleen die, ook Luxemburg en ook Zwitserland en ook de Scandinavische landen, die duiken naar onderen. En dat is natuurlijk allemaal om wat aan die onzekerheid te doen, door te zeggen, ja, die onzekerheid over de grondslag en hoe die er in de toekomst uitziet, die verruilen we als het ware door een uitspraak over het tarief in de toekomst. En dat is waar u mee mag rekenen. Nou, dat is natuurlijk iets dat we veel horen en waarvan we veel merken dat een belangrijke factor is.
We hebben natuurlijk een aantal instrumenten in het verleden geïntroduceerd die langzamerhand zijn gekopieerd door andere landen. Ik noem de innovatiebox bijvoorbeeld. Als dan tegelijkertijd de grondslag steeds meer wordt geharmoniseerd door projecten à la BEPS, ja, dan wordt de druk op het VPB-tarief eigenlijk verhoogd natuurlijk. Hè. Om naast de grondslag is de VPB-tarief dan eigenlijk het enige waar je nog op kunt concurreren. En dat horen wij in die gesprekken. Nou, op dit moment denk ik wordt er nogal veel gesproken, maar voor de rest helemaal niks gedaan. De situatie met het Verenigd Koninkrijk is zo volstrekt onduidelijk dat denk ik helemaal niemand op dit moment daadwerkelijk stappen zet. Tegelijkertijd is iedereen natuurlijk heel zorgvuldig aan het bekijken wat er allemaal mogelijk is. Vanuit de Nederlandse optiek, hè, dan kijk ik gewoon even naar het belang van de Nederlandse economie, zijn er wat mij betreft twee aandachtspunten. De eerste, dat is misschien wel het meest belangrijk. Wij moeten denk ik als Nederland opletten dat wij even aantrekkelijk blijven, want we zijn nu aantrekkelijk, als locatie voor grote multinationals. We hebben natuurlijk in Nederland een disproportioneel aantal grote multinationals. Nou, daar zijn we denk ik op een bepaalde manier toch wel een beetje trots op. Ze betekenen veel voor Nederland. Maar dat zijn ja, ook redelijk mobiele instellingen eigenlijk. En Engeland ja, is straks natuurlijk gaat een alleingang in. En ja, de term perfide abouillon is niet geheel uit de lucht komen vallen. Onderschat ze niet. En het is heel wel mogelijk dat zij zullen proberen aan een aantal Europese multinationals uit te leggen dat het misschien veel aantrekkelijker is om straks maar naar Engeland te verhuizen. Nou, ik zie dat niet vandaag of morgen gebeuren, maar het is denk ik wel een aandachtspunt hè, dat je zorgt dat je die aantrekkingskracht die je vandaag hebt, hè, want we hebben een goed vestigingsklimaat, hè, laat er geen misverstand over bestaan. Ik denk dat Nederland op dit moment er goed voor staat. Maar ja, het is natuurlijk een soort haasje over, hè, iedereen probeert elkaar steeds te verbeteren en we moeten met name als Engeland straks niet meer gebonden is aan die Europese regels, uitkijken dat zij dan niet opeens hè, ons linksom inhalen. Nou, dat is één punt. Aan de andere kant, ja, hoe aantrekkelijk zijn wij nu als alternatief? Ik denk dat voor de niet-financiële sector, want nou, voor de financiële sector hebben we natuurlijk een klein hobbeltje met de bonussen, wel bekend, dat voor de niet-financiële sector Nederland een hele aantrekkelijke optie vormt. Dat komt overigens helemaal niet alleen door het fiscale, maar ook door een heleboel andere factoren. En daar kan mijn collega ter rechterzijde alles over vertellen. Maar Nederland staat er gewoon behoorlijk goed voor. En ik denk ook dat dat wat er op dit moment gebeurt, hè, er worden lijstjes gemaakt. Er zijn, pak een beet, een Amerikaanse groep heeft nu zijn Europese hoofdkantoor met flink wat mensen in Londen. Nou, die zeggen, vinden we straks toch wat ongemakkelijk als we een Europees hoofdkantoor hebben wat buiten de EU zit. Zouden we toch liever in de EU willen hebben, om allerlei redenen. Nou, dan staat, denk ik, Amsterdam, Nederland in het algemeen, er behoorlijk goed voor. En dan zitten we ergens in de top drie. Nou, dat is helemaal niet slecht. En ik denk ook dat er niet heel veel veranderd hoeft te worden om die positie te behouden. Maar dat is mijn indruk. Ik weet niet of jij daar anders over denkt. Maar dat is denk ik zoals wat ik nu zie gebeuren op dit moment. Nou, misschien dan op uw vraag antwoordend. Ik denk misschien ook inderdaad dat er niet heel veel voor hoeft te gebeuren. Maar je moet wel zorgen dat je in het peloton blijft rijden. Ja. En op het gebied van de fiscaliteit, het VPB-tarief, is dat dus wel een zorgpunt. Dan is de volgende vraag is van de heer Groot. En dan heb ik daarna nog Grashof en dan Merkiezen een ronde af. Ja, voorzitter. Ja, dan komt het natuurlijk aan, ook aan als op Europese samenwerking om te voorkomen dat er zo'n tijverstrijd gebeurt. Want anders dan is nul de uiteindelijke bodem, lijkt mij. Maar ik had een andere vraag en dat, die gaat over die is in de richting van deze Sleurink. Hij had het er net al over, dat als hij over Apple spreekt, dat hij opeens 20 mensen om zich heen heeft. En er zijn er hier nog wat meer. En ik had die vraag ook al gesteld aan de heer Van Wegel. Maar ik ben wel benieuwd hoe de heer Sleuring die uitspraak van de Europese Commissie apprecieert over Apple. Of zeg maar de invalshoek van de staatssteun, of die kansrijk is. Of dat zijn verwachting is dat dit in hoger beroep gaat sneuvelen. Waar moeten we op rekenen? Ja, hoeveel tijd heeft u? Ja, ik wil zeggen, graag kort. Kort, ja. Nou, het korte antwoord is natuurlijk, ik heb geen flauw idee, want zoals Van Wegel ook al aangaf en ook Kemmeren, niemand, althans ik niet, heb dat besluit gezien. Dat besluit telt kennelijk 120 pagina's. Er is een, ja, in zeg maar
bondige termen uitgedrukte samenvatting van 6 pagina's. Nou, die mensen bij de Europese Commissie die zo'n besluit opschrijven, die gaan niet over een nacht ijs. En die hebben ook denk ik best wel verstand van waar ze over schrijven. Het is een ongelooflijk complexe zaak en voor zover je het kan destilleren uit alles wat er nu is, het oorspronkelijke besluit van 2 jaar geleden en dan dit persbericht, krijg je de indruk dat Apple behoorlijk scherp aan de wind gezeild heeft. En zij hebben op vaardige wijze, althans dat moet nog maar blijken, maar in ieder geval op creatieve wijze, gebruik gemaakt van een complete hoeveelheid mismatches die er op dit moment bestaan. Tussen aan de ene kant de Verenigde Staten en Europa, tussen Ierland en het Europese continent, binnen Ierland met zo'n, nou, we noemden het zelf al, Irish non-resident fenomeen, waarbij niemand eigenlijk precies weet waar het hoofdkantoor is, inclusief de eerste fiscus die het kennelijk niet weet. Nou, ze hebben van al die verschillende bouwstenen, die hebben ze op een hele creatieve manier aan elkaar gekoppeld, wat dus leidt tot, als je het allemaal mag geloven, een uiterst lage actuele belastingheffing. En dan kom je op die 0,05 of 0,005 die de Europese commissaris genoemd heeft. Nou, ik denk dat de Europese Commissie zeker geen onzin heeft opgeschreven. Of uiteindelijk het Hof het gaat volgen, dat weet ik niet. Het is een vraag over aan wie moet je nou eigenlijk die immateriële activa toerekenen. Is dat nou dat Phantom Hoofdhuis of is het nou die 1500 man in Cork? Die inderdaad misschien niet de meest hoogopgeleide mensen van heel Ierland zijn. Dat weet ik niet, ik ken ze niet. Nou, dat is een vraag die heel technisch is. Voor alle twee is wel wat te zeggen. Kennelijk vindt de commissie van, nou, alles moet toegerekend worden aan Ierland. Terwijl Apple en de Ierse fiscus het tegendeel vinden. Die vinden alles moet toegerekend worden aan dat hoofdhuis. Je kan je natuurlijk ook afvragen, hoe komt eigenlijk al die know-how in de eerste plaats terecht bij die vennootschap? Nou, daar is dan weer een heel bepaald Amerikaans fenomeen aan ten grondslag liggend. De cost-sharing agreements. Nou, daar kan je ook weer van alles van vinden. Het is gewoon een hele complexe zaak. En als ik nu ergens mijn geld op zou moeten inzetten, ik zou het werkelijk niet weten. Maar ik denk niet wat ik deze en gene heb horen schrijven. Maar goed, misschien hebben die dat besluit gelezen, dat weet ik niet. Maar ik niet. Er zijn nog wat mensen die zeggen dat onzin is. Nou, dat lijkt me wat voorwaardig eerlijk gezegd. Dat was kort. Een soort uitgebreide antwoord moeten we volgende keer een borrel organiseren. Ja. Dan is de volgende vraag is van de heer Grashoff. Ja, voorzitter, ook even in de richting van de heer Sleurink. Ik pak even de draad op rondom de brievenbusfirma's. Daar heeft de heer Sleurink een paar behartigenswaardige dingen over gezegd daarnet. Over dat maar zo'n relatieve belang of misschien zelfs als reputatieschade die dat oplevert. Nu hebben we in de vorige ronde hier een visie gehad waarbij met name op basis van lopende onderhandelingen binnen OESO over multilaterale overeenkomst tegen verdragsmisbruik, dat, laat maar zeggen, het laatste uur toch wel een beetje geslagen zou zijn van het grote aantal lege BV's in Nederland. Deelt u die visie of heeft u daar een andere kijk op? Zijn we er nou straks echt vanaf? Of moeten wij nog andere dingen doen om dat voor elkaar te krijgen? En wat zouden we dan moeten doen? Nou, het lijkt me niet raadzaam om hangende, zeg maar, de invoering noem ik het maar even, van al die actieplannen die tezamen BEPS vormen, om alweer na te denken over wat er daarna zou moeten gebeuren. Ik denk dat het niet onverstandig zou zijn om eerst even te kijken wat dat nou uiteindelijk allemaal oplevert in concreto. Als u zegt van wij willen brievenbusmaatschappijen voor eens en voor altijd van deze wereld verbannen, dan heeft u denk ik nog een lange weg te gaan, als ik het eerlijk mag zijn. En ik denk binnen Europa is vrij veel mogelijk. En ik denk inderdaad dat er binnen Europa waarschijnlijk wel het een en ander gaat gebeuren. Maar de realiteit is dat op dit moment landen als Singapore zich al heel nadrukkelijk opwerpen als een alternatief voor, laat ik maar zeggen, dat soort, nou ja, doorstromers, dienstverleningslichamen, wat iets meer zij. Er zijn nog altijd alternatieven. Maar binnen Europa zal het denk ik inderdaad een heel stuk lastiger worden wanneer eenmaal al deze maatregelen zijn ingevoerd. En of ze 100% effectief zullen zijn, ik weet het natuurlijk werkelijk niet. Maar het zal ongetwijfeld wel, zeg maar, voor de kale tussenhoudsters, de kale financieringsvennootschappen, zal het ongetwijfeld wel een behoorlijke impact hebben. Dan de heer Matthies.
Dank u wel. Mijn vraag is aan de heer Nouwen. Dank voor zijn heldere uiteenzetting overigens. Hij zegt over de zeg maar het één land problematiek. Dus wanneer er dus een schadelijke maatregel wordt gevonden in één land. Daar wordt over gediscussieerd. Dan zegt hij, nou, daar is, het is handig als daar dan nog vertrouwelijkheid over is. Maar als dat besluitvormingsproces is afgerond, dan zou je dat kunnen openbaren. Is dat dan dus nu niet zo? En hoe komen we er dan op dit moment achter? En kan het dan ook zo zijn dat landen een besluitvormingsproces kunnen blokkeren, hè, omdat het misschien wel over hen zelf gaat? En dat wij daar dan ook niet achter komen? De heer Nouwen. Op dit moment is het ten aanzien van de besluitvorming bij pseudo-rechtspraak gaat het eigenlijk als volgt. Wat gebeurt er? Een land of meerdere landen kunnen een maatregel van een ander land aanmelden. Als daar dan een zekere mate van consensus over is, dan wordt die maatregel beoordeeld. De commissie wordt dan verzocht om een evaluatie te maken, een voorevaluatie. De groep kijkt daar dan naar. De evaluatie van de commissie is altijd vrij technisch. Die wordt echt getoetst aan de gedragscode, aan de afspraak die ze destijds lang geleden hebben gemaakt. Is sprake van een schadelijke maatregel? Het is een vrij fiscaal technische analyse. Vervolgens, als die analyse gemaakt is, wordt die verspreid aan de leden van de groep. En dan is er veelal en vaak een politiek oordeel van de landen of zij die voorevaluatie, die draft assessment, die grid assessment, zoals dat wel wordt genoemd, van de commissie volgen. En dan kan het goed zijn dat politieke aspecten worden benoemd en dat soms niet één op één de fiscaal-technische analyse van de commissie wordt genoemd. En wat ziet de buitenwereld daar precies van? De buitenwereld ziet tot op heden dat in de verslagen die door de groep aan de ECOFIN worden toegezonden, zien zij op het moment dat de maatregel is beoordeeld, dan staat er: the group agreed that the tax measure is harmful. Dus eigenlijk, de conclusie wordt in de rapporten die aan de Raad ECOFIN worden toegezonden benoemd. Maar je ziet dus niet, wat je bijvoorbeeld niet ziet, is welke landen voor en tegen waren. Veelal, je ziet niet wat belangrijker de politieke beweegredenen zijn geweest. En er is unanimiteit nodig. Dus als er geen unanimiteit is, dus in principe zouden 1, 2 of 3 landen zouden het besluitvormingsproces kunnen gijzelen inderdaad. Unanimiteit is nodig, alle lidstaten minus de één welke belastingmaatregel het betreft. Want anders zou het altijd natuurlijk geblokkeerd kunnen worden. Dus er is unanimiteit nodig. En ja, en dat is in het verleden, is dat wel eens lastig gebleken. Dan werden bondgenoten gezocht of soms was een andere maatregel ook voornemens om een vergelijkbare maatregel in te voeren. Ja, dat land heeft er dan geen belang bij om die maatregel aan te vallen, omdat zij die maatregel ook op de planning hebben staan. En dat is tot nu toe wel eens lastig gebleken. Ja, en voor de buitenwacht inderdaad tot op heden is het vaak onduidelijk om welke redenen maatregelen schadelijk zijn bevonden en wat de posities van de landen daarbij zijn geweest. Dus daar is nog niet achter te komen. Nee, en dat is het, zeg maar, het geval wanneer dus naar buiten komt van, nou, er is een schadelijke belastingmaatregel. Maar wanneer dat dus helemaal ter discussie is geweest, maar uiteindelijk komt men niet unaniem tot dat besluit dat het een schadelijke belastingmaatregel is, is het dan iets wat we dan nooit te zien krijgen? Tot op heden is het inderdaad met de beschikbare informatie die er op dit moment is, is het inderdaad lastig om vast te stellen om welke reden een maatregel al dan niet schadelijk is bevonden, om welke politieke redenen landen al dan niet met een beoordeling hebben ingestemd. En dan duid ik specifiek op de rapportage van de groep aan de Raad ECOFIN. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk voldoende mogelijkheden zijn om daar wel achter te komen. Alleen dan dient bijvoorbeeld de weg te worden behandeld, zoals ik dat in mijn position paper noemde, de weg van de passieve transparantie. We hebben een Europese transparantierichtlijn en die transparantierichtlijn biedt een unieke mogelijkheid om wel aan de informatie te komen. Zo kan er bijvoorbeeld een verzoek daartoe worden ingediend bij
de ECOFIN, bij de Raad van de Europese Unie of bij de Europese Commissie. Er kan gevraagd worden, ik verzoek u vriendelijk mij alle beoordelingen, de technische analyse van de commissie en bijvoorbeeld ook de politieke standpunten van de landen aan mij toe te zenden. Dan wordt dat beoordeeld en mijn ervaring is met de transparantiewetgeving die ik heb opgedaan in het kader van mijn onderzoek, dat uiteindelijk de informatie verstrekt wordt. Dus de informatie is wellicht nog niet zo eenvoudig te vinden op dit moment. Er zijn wel ook afspraken gemaakt binnen Europa om actiever informatie te delen met burgers, bedrijven, parlementen en het Europese parlement. Maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Dus je moet inderdaad in die zin onderscheid maken tussen passieve transparantie, dat je zelf informatie kan opvragen in Brussel. En daar is een hele goede mogelijkheid. En daarnaast actieve transparantie, en dat is dat de Europese instellingen uit eigen beweging informatie verstrekken. En het zou natuurlijk veel beter zijn als landen uit eigen beweging informatie over die gedragscodegroep, over pseudo-rechtspraak, over pseudo-wetgeving, over de dialoog met derde landen uit zichzelf openbaar maken, zodat de burgers, bedrijven en ook de Tweede Kamer een oordeel kan vellen over de wenselijkheid en onwenselijkheid van pseudo-wetgeving, van afspraken. En dan kunnen we met elkaar die dialoog aangaan. Oké, helder. Dank u wel. Ja, helaas moet ik zeggen, moeten we toch echt stoppen met een blik op de klok. Ik wil vragen of u tot slot dat u zegt van nou, dit wil ik nog even benadrukken of dit is niet besproken, maar hoeft niet, mag wel en graag kort, in max 2 minuten. Ik weet niet of de heer Nijland in dit geval zou willen beginnen, dan kan de heer Nauw even bijkomen. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de commissie om mij in de gelegenheid te stellen om gedachten te wisselen over dit onderwerp. We hebben veel gesproken over fiscaliteit en hoe belangrijk is dat nou bij het aantrekken van nieuwe buitenlandse ondernemingen naar Nederland. Ik wou er nog één perspectief aan toevoegen en dat is de activiteiten van buitenlandse bedrijven die al in Nederland zitten. En dat zijn er op het ogenblik 12.000 die 16% van de werkgelegenheid verzorgen. Maar ook 25% van alle investeringen in Nederland en de helft van de banen die wij vorig jaar hebben bemiddeld komt niet zozeer voort uit nieuwe bedrijven naar Nederland, maar uit de uitbreidingsinvesteringen van bestaande bedrijven in Nederland. En ook om die reden is het belangrijk om een vestigingsklimaat te bieden dat zorgt dat die investeringen in Nederland plaatsvinden en niet elders. En van datzelfde klimaat kan overigens het gehele Nederlandse bedrijfsleven profiteren. Dank u wel. Dan de heer Sleurink. Nou, ik heb al eerder gezegd, naar mijn smaak is het vestigingsklimaat voor in Nederland eigenlijk best wel behoorlijk op orde. Zijn er aandachtsgebieden? Natuurlijk zijn die er. Ik wil nog even een hele oude koer te sloot halen en dat is de dividendbelasting. Niet het meest populaire onderwerp, daar ben ik me volledig van bewust. Maar als je nu praat over de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen, dan is de dividendbelasting toch iets wat vaak terugkomt. Hè? En als er dan één ding is waar Nederland minder gunstig afsteekt, dan is het juist op dat punt. En in de praktijk valt het wellicht vaak nog wel mee, maar het is dus net zoals met die VPB-tarieven. Het is een soort headline rate en dan met name natuurlijk in de concurrentie met het Verenigd Koninkrijk, die nu eenmaal geen dividendbelasting kennen. Dan stijgt Nederland gunstig of ongunstig af. En ik zal niet nu zeggen van die moeten we afschaffen, want ik begrijp dat dat budgetair en ook politiek waarschijnlijk slecht te verkopen is. Maar er zijn natuurlijk best wel een aantal misschien mitigerende bepalingen te verzinnen die wellicht toch een beetje helpen en misschien zelfs een heleboel zouden kunnen helpen. Dus ik denk dat het toch iets is als u nu nadenkt over het vestigingsklimaat om dat punt nog eens een keer mee te nemen. Veel dank. De heer Nauwe. Dank u wel. In mijn notitie heb ik een aantal stappen genoemd om de transparantie, de democratische legitimatie en de informatievoorziening aan parlementen, burgers en bedrijven te herstellen. Als we het hebben over pseudo-wetgeving en de gedragscodegroep. Brussel heeft recent maatregelen aangekondigd ten aanzien van een transparantere gedragscodegroep. In mijn position paper heb ik die beoordeeld, geëvalueerd en suggesties gedaan om ze aan te scherpen, zodat die transparantie er inderdaad komt. En in het kader van het debat
over belastingontwijking, schadelijke belastingconcurrentie. En de BEPS-maatregelen die ook nu deels binnen die gedragscodegroep dus worden uitgewerkt, gekristalliseerd, is het heel erg van belang dat we vinger aan de pols houden op dit punt. Brussel is ver weg. Ook dicht bij huis zouden we alvast wat kunnen doen hier in Nederland. En dat is ook een punt wat ik ook straks kort heb aangehaald. Maar ik wil het graag nog één keer benoemen. De problematiek in zaken transparantie. En er is een hele eenvoudige manier waarop we gewoon met z'n allen debat zouden kunnen voeren. Net zoals we dat over de antibelastingontwijkingsrichtlijn hebben gedaan. Dat is namelijk dat, evenals net zoals bij echte richtlijn, echte wetgeving, juridisch bindende wetgeving als Brussel, over pseudo-wetgeving een BNC-fiche wordt opgesteld. En in dat BNC-fiche zou dan kunnen worden opgenomen, zoals nu ook gebeurt bij echte juridisch bindende wetgeving, bij voorstellen van de Europese Commissie. Dat zou kunnen in een notendop kunnen omschrijven de essentie van de voorstellen, de financiële gevolgen voor Nederland, voor Europa, de juridische implicaties, dienen we bijvoorbeeld onze wetgeving te herzien en zo ja, op welke onderdelen, en ook de Nederlandse positie. En het kan een basis zijn om onze belangen in kaart te brengen voor Nederland en ook om onze onderhandelaars in Brussel een mandaat mee te geven en ze ook, indien dat nodig is, als uw Kamer dat nodig acht, indien uw beleid wenselijk of onwenselijk vindt, dat dan de onderhandelaars in Brussel kunnen worden bijgestuurd. Want op dit moment is vaak geen weet van het bestaan van pseudo-wetgeving, van de afspraken die zijn gemaakt, als vaak al helemaal geen weet of de afspraken überhaupt worden nageleefd. Dank u wel. Dank u wel. Hiermee komen we aan het einde van deze expertmeeting. Ik wil u nogmaals, u als insprekers hier, danken voor zowel position papers als voor uw heldere antwoorden hier vanavond in de discussie. Ik dank iedereen op de publieke tribune voor de belangstelling. Er wordt een verslag uitgebracht van deze bespreking en dan komt er nog een vervolg wat weer in de commissie Financiën zal worden besproken. En, dus daar komen dan nieuwe voorstellen uit voor de weg voorwaarts. Daarmee heb ik volgens mij alles gezegd en sluit ik de vergadering. Dank u wel.